Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Over het zuidwesten van ons land liggen wolkenvelden. In de rest van het land schijnt de zon geregeld. Maar vanaf de Noordzee trekken nieuwe wolkenvelden onze kant op. Dat betekent een gemengd beeld met zonnige perioden. Maar er is ook die wolkenvelden en vanochtend een temperatuur van een graad of acht. Vanmiddag komt daar nog wel wat bij. Dan wordt het 11 tot plaatselijk 13 graden. De zon schijnt nog af en toe. Maar er trekken ook wolkenvelden over ons land. Het blijft zo goed als overal droog. En de wind is zwak of matig. Waait uit het westen tot noordwesten. Dan gaan we naar de avond, dan hebben we ook weer hetzelfde beeld met af en toe wat opklaringen. maar Ook wolkenvelden, langzaam dalende temperaturen naar een graad of 7. Vannacht gaat er nog iets af, minimaal tussen 4 en 6 graden. Morgen loopt het kwik op naar 13 of 14 graden. Het weerbeeld verandert niet of nauwelijks, we hebben nog steeds te maken met wolkenvelden, maar ook af en toe de zon. De wind stelt amper wat voor, een kern van hoge druk ligt pal boven ons land. Dat hoge drukgebied verplaatst zich wat, zodat er vrijdag weer net iets meer wind komt. Er is wat meer ruimte voor de zon en het wordt nog wat zachter. 15 graden gemiddeld over ons land. En ook zaterdag kan het op veel plaatsen nog wel 15 graden worden. Later op de dag neemt de bewolking toe en vooral in de nacht naar zondag trekt de storing over met wat lichte regen. Zondag overdag is dat weer voorbij, dan lagere temperaturen.